Mooi, Stefan. Kom. Een aantal bekende koppen daar natuurlijk bij. Hoe kwam je zo op het idee? Ja, ik heb mijn laatste boek is 2010. Daar had ik allemaal mijn muziek voor, dus eigenlijk mijn oorsprong. En ik denk van ja, ik wil altijd weer iets nieuws. En dit zag ik wel als een hele grote uitdaging. Ten eerste een bekende Nederlander en die ook nog in een huid van een clown of een horror. Wie was de eerste die jij voor de lens kreeg op die manier? Die jongens van de drie eerste, die belde ik zeg maar donderdags en morgen komen we eraan. Want ze hebben een nummer, De Verdwaalde Clown, en ik kom dinsdag uit. Dus dat was voor hen ook een PR dingetje. Puur toeval dat het zoveel was. En die ook een beetje als de bankovervallers van de Dark Knight van Batman een beetje geprobeerd. Want het heeft allemaal een beetje een duister karakter wat je fotografeert. Het zijn niet hele vrolijke clowns. Nee, alleen Sander Boske is een beetje als een vrolijke clown neergezet. De animo van vrouwen is heel nieuw. Dus je vroeg net van wie dat was. Dus nou ja, Sabine Uitslag is het natuurlijk. Maar wat een foto zeg. Ja, dus ik ben wel bezig nog van Anita Witsi had eerst toegezegd. Kijk, die wil ik als een soort tattoo-non neerzetten. En toen ze dat allemaal hoorden, is het mailverkeer allemaal wat minder geworden. Ik kreeg een soort sneeuwbaleffect van mensen die vertellen van nou, wij zijn met Stefan geweest, we hebben ons zo laten portretteren en oh, hoe leuk is dit? Ik ben natuurlijk wel zo, omdat ik zo lang in de business zit, van ken ik natuurlijk heel veel mensen. Dus Edwin Evers is momenteel bezig om Ruud de Wild en jongen Heerschop en Waas te regelen. Nou, dat Sabine wordt voor jou geregeld. Nou, ja, probeer ik wel. Want Sabine heb ik gevraagd. Ze hebben Wilders en Roemen en Rutters proberen. Alleen met politici is het natuurlijk heel moeilijk. We gaan die een of andere blunder. Hoe zou je Wilders neer gaan zetten? Als joker? Of? Ja, ik had eerst. Ja, dat was natuurlijk de perfecte joker. Alleen inmiddels heb ik Gert-Jan Verbeek en Juri Mulder ook. Dus die vind ik eigenlijk bij ook wel heel erg goed als de joker. Dus voor de joker heb ik genoeg kandidaten. Ja. Twan van Peer bestaat. Die heeft ook pas toegezet. Die ga ik als two-faces denk ik doen van Batman. Die met die verbranden. Wie doet dat voor jou? Of ga je zelf aan het schilderen? Nee, ik kan er zelf helemaal niks van. Ik heb al jarenlang een vaste visagiste, dat is Tamara Sauer. Die komt uit Almelo, die werkt onder meer voor Playboy en de Voice of Holland. En ja, die moet altijd mensen nou, mooi maken. En nou zegt ze, ja, ik kan me helemaal uitleven. Dus ik heb vaak wel een vaste patroon dat ik denk van, hey, dat past goed bij een karakter. Alleen wij doen dat samen, bouwen we dat uit, zeg maar. Fascinerend dat je zelfs alleen met een likkie verf, je ziet gewoon niet meer bijna wie het is. Dit ook. Wie zien we nu? Dit is Jan Dulles, de zanger van de 3J's. En wat ik het leuke vind is dat heel veel mensen dat ook hebben, wat jij nou ook zegt, wel van wie is dat wel? En dat is ook het. Ik zou hem willen adviseren, ga altijd zo door het leven. Ja, er zijn wel meer mensen die dat zou adviseren. Nou, dit is Giel Beelen. En, dat is Giel Beelen. Dus dat is op zich is het. Jeetje, Mina. Ja, dus er komen nog wel veel meer verrassingen hoor. Want als ik zie wat ik allemaal nog in petto heb. Tim Haas, die acteur van de New Kids, die ga ik als Walking Dead doen. Dus er komen echt heel veel. Ja. Als je er eenmaal induikt, dan kun je bijna niet meer loslaten. Dat is eigenlijk te leuk. Ik wil mezelf ook nog laten sminken. Ik ben helemaal mijn hele leven al Kiss fan. Dus ik wil mij een beetje een mix van de jongens van Kiss. Het mooie is wel, je bent er nog volop mee bezig. Het boek is er nog niet, maar je zit helemaal in de actualiteit. Hè? Want clowns, dat is helemaal in, positief. Negatief hebben naar Janneke? Ja, we hadden natuurlijk een paar weken geleden al in Frankrijk dat er van die enge clowns waren die argeloze mensen lieten schrikken. Nou, en toen zaterdag Sinterklaas uit Spanje met de boot komt in Gouda aan. En wat staat daar op de boot? Ja, ik vond het heel de clownpietjes. Nou, op Twitter is het ook helemaal, het gaat nergens anders meer over. Tienke, die zegt bijvoorbeeld, ik durf niet alleen te slapen, want ik ben bang voor clownpiet. De andere pieten vind ik niet eng, dat zijn mensen. En iemand anders zegt, een oplossing zoeken voor het Zwarte Pieterprobleem, oké, maar alsjeblieft zeg, die clownpiet kan echt niet, die is zo eng. En iemand anders die zegt ook, clownpiet moet inderdaad weg, vergeet Zwarte Piet en vecht eendrachtig tegen clownspiet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een zoontje van 15 ook 3 nachten niet geslapen, nou, dat, wij hopen op vannacht voor elk geval. Ja, wat anders. Hè? Toch, dat zijn niet de clowns die jij. Nee, maar het is ook niet zo van dat het heel erg. Kijk, het wordt natuurlijk heel erg uitgevroren als clown. Maar het is natuurlijk helemaal. Het is Behind the Mask. Het was eigenlijk Psycho Circus. Dat was mijn eerste werktitel. Echt gekke clowns. Maar het is nou meer Behind the Mask. Dus ik heb bijvoorbeeld Jan Smit als Hannibal the Cannibal. En ja, de Benny is bijvoorbeeld een rodeo clown. Dus het is niet allemaal zo dat het. Ja, dan ben je heel snel klaar. Ja, juist. En je hebt gewoon sommigen die zeggen, ik wil niet gesminkt worden. Dus jongens van Bluff, die heb ik zo'n Venetian masker opgezet. Dus er zijn heel veel dingetjes nog wel meer te. Ja, te maar voor een boek wordt dat straks dan? Ja, het wordt een boek en een expositie wel. Kijk, een boek is natuurlijk niet meer zo heel in. Dus ik wil een combinatie maken van een soort. Bij concerten heb je altijd een tourboek. Zoiets wil ik laten maken met een hele mooie expositie. En ik wil die foto's per opbord verkopen. Nou, ik heb al wat mensen nu al off the record die zeggen, ja, daar heb ik wel belang bij. En dat wil ik naar het.
naar het KWF doneren. Doe je het ook een beetje omdat je er wellicht artistieke bevrediging uit kunt halen? Ook. Want je hebt natuurlijk heel veel werk in de opdracht wat je moet doen. Nou ja, dat is dan het standaard werk. Maar denk je, hier kan je lekker je hart en je ziel leggen? Ja, het is dus helemaal een vrij project. Dus je kunt in overleg met zo'n bekende iemand zeg je van, nou, wat zou je dan zelf zien? Heel veel hebben geen idee. En anderen zeggen van, ik vind dit leuk. Nou, de Mark Tuiter zien we nou. Die is een combinatie van de clown van Slipknot uit die metalband. Dus, nou, die overal, die had ik nog. Die jongens trainen allemaal in overals op. Dus die heb ik ooit nog van Daphne Bunskoek gekregen. En dat zijn leuke dingen. En ja, ik heb bijvoorbeeld Mark weer gevraagd. Zeg, kun je Erben niet bellen of Sven wel? Dus ja, zo probeer ik wel. Ja. Kijk, als hun zeggen, want het is heel leuk. Dat is nog weer leuker. Ook voor mij en makkelijker om binnen te komen. Nou, is die te schminken als ja, als iets? Wordt het een bolletje strak. Bolletje slaan. Bolletje slaan. Nou. Je gaat er snor of zo. Van jullie hier zitten of... Graag. Ron Jeremy. Heb je voor jezelf nog een datum dat je zegt van nou, dan moet het af zijn, dat is mijn deadline. Ik leg de druk een beetje in dat ik het in september af wil hebben, maar ik wil het gefotografeerd wil ik eigenlijk eind april, begin mei wil ik het af hebben wel. Alleen af, dan moeten nog zoveel mensen bij komen die echt, de moeite van een paar toppertjes nog, hè? De Marco Borsato's. Ik weet bijvoorbeeld dat Marco... Anouk. Ja, dat is ook mooi. Linda. rustig. Linda de Mol. Ja. Dus Johnny ben ik wel mee bezig geweest. Maar er zijn wel heel veel mensen wel. En ik denk ook dat het nogal... Ik denk dat uiteindelijk een stuk of 50 hele goede heb. En dan? Gewoon weer het nieuws? Ja, dan gaan we gewoon weer verder. Je hoort nog wel van mij.